Dus ik heb het vandaag aan mijn directrice verteld. Dat het glimmend en op mat doet. En we hebben het huurcontract nu in de mail. Want je hebt veel geld nodig. De bar, hier je winkel. Ja, we kunnen ook een hele diepe koelkast hier zetten. Dat is wel tof. Hi, ik weet even niet wat ik nou allemaal heb gevlogd de afgelopen 2 dagen of zo. Er is best veel gebeurd. We hebben woensdag. Woensdag hebben we ons contract getekend in de mail. Dus het huurcontract is rond. Net krijg ik een... Oh ja, we zijn het plattegrond bezig. Dat heb ik gisteren natuurlijk allemaal gefilmd. Nou, het is echt zoveel werk. We komen er niet uit. Welke het moet zijn. De perfecte zit er volgens mij ook nog niet bij. Maar dit lijkt echt op iets heel raars. We hebben er echt zoveel. Echt van alles. Elke heeft nadelen. Het is echt heel lastig. Vandaag... Is het een week geleden dat ik mijn directrice vertelde dat ik wegga? En pas 3,5 weken geleden dat ik überhaupt het idee heb bedacht. Het gaat zo snel. De vergunningaanvraag hebben we nog steeds niet gedaan, hè? We staan nog steeds bezig. En vanaf het moment dat we hem aanvragen duurt het 8 weken. En dan moet je ook nog maar net goedkeuring krijgen. Maar er is net een mailtje verstuurd, 2 uur geleden, door de directrice naar de ouders van groep C en D. Waar ik dus allebei 1 dag in de week voor sta. Ik vind het zeer spijtig u te moeten mededelen dat je Charlotte per 1 februari 2022 gaat stoppen met werken op deze school. Juf Charlotte heeft besloten om als zelfstandig ondernemer een horecazaak te gaan openen. Het heeft tot gevolg dat ze het onderwijs gaat verlaten. Omdat we het pas net hebben vernomen, zijn we op zoek naar een vervanger. Mocht iemand weten dat. Best wel heftig. Ook dat ze het onderwijs gaat verlaten klinkt best wel heftig. En sowieso een moeder van een jongen uit mijn klas, die is al... Een tijdje in volger van mij, dus dat is super grappig. Dus ze volgde me al voordat ik daar kon werken. En die stuurde net een berichtje van, nou, jammer, maar wat super leuk. En mijn man heeft een eigen bierbrouwerij, zeg maar. Die brouwt zelfs als enige in Zoetermeer, brouwt hij bier in Zoetermeer, zeg maar. Dus dat is weer super grappig. Want hoe leuk is het om in onze zaak gewoon echt bier, wat gebrouwen is in Zoetermeer, door iemand uit Zoetermeer te gaan verkopen. Dus dat is ook wel weer heel erg toevallig. Dat zij dat nu net naar mij stuurt. Maar dat is iets voor later. Het is grappig, want deze muur is cool. We vinden het ook echt tof voor de zaak. Maar deze vlogs begon natuurlijk allemaal super hyper. En nu zijn gewoon eventjes de veel werk dingen, de vergunningen. En ik ben gewoon moe. Ik heb gewoon net een dag voor de klas gestaan. Dus het is niet dat ik er geen zin meer in heb. Ik heb er super veel zin in. We zijn ook steeds meer tot de concepten aan het komen trouwens. Maar dat ga ik nog eventjes voor me houden. Want dat vind ik wel leuk als het uiteindelijke concept wat steeds dichterbij begint te komen. Ik deel alle wegen er naartoe. Dat vind ik zelf echt super tof. Ik leg echt heel eerlijk heel veel vast. Maar ik denk dat als we uiteindelijk weten wat het wordt, dus qua plattegrond of qua concept, dat ik dat dan nog even formaat tot last minute of zo. Ik ben natuurlijk ook al actief op Insta, maar dat is ook ergens raar, want we gaan nog lang niet open. Maar ik denk dat het best leuk is om het proces er naartoe te volgen. Dus ik heb mijn sociale hygiëne boeken dus binnen. Want dat diploma moet ik ook nog gaan halen. En ik ben niet zo goed in studeren, maar ik heb er wel heel veel zin in. Want het is super interessant. Over hoe je dus met gasten om moet gaan en alcohol en alles. Dus dat was even een update. Ik ben trouwens echt blij dat ik het, weet je, dat het onderwijs verlaten, dat ik dat dus niet doe. Omdat ik het niet meer leuk vind, omdat ik er klaar mee ben. Ik was gewoon toe aan een nieuwe uitdaging. Binnen het onderwijs of ergens anders. En ik kreeg juist weg met van ja, ik ga het echt missen. Vandaag ook weer dacht ik, wauw, ik ga dit echt missen. Ik ben hier wel goed in mijn hart ligt hier ook. Maar ik hou gewoon van nieuwe dingen. En op een gegeven moment vind ik iets gewoon minder leuk. Maar ik vind het nog wel leuk, snap je? En dat is denk ik zo goed dat je niet weggaat op het moment dat je denkt, oh, ik wil niet meer. Maar juist, hé, hey, mis een uitdaging, ik zal wel weer even wat anders willen. Want dan ga je met zoveel fijner gevoel ook eventueel weer terug die kant op ooit. En dan ga je ook niet met een slecht gevoel weg. Dus... Ja, dat vind ik fijn. Weggaan zonder dat je het zat bent is zoveel fijner. Want ik hoop serieus ooit weer misschien in het onderwijs terecht te komen. Eerlijk waar. Ik wil gewoon kijken hoe dit is, wat ik hiervan vind. En ik zou liever ooit weer wel het onderwijs in gaan, denk ik, dan niet hoor. Wat meen ik? Ik wil gewoon nu iets anders doen. En kijken hoe dat loopt. Dus ja, ik ben echt blij dat ik er niet met tegenzin ben weggegaan. Ik ga zeg maar nog steeds elke dag met plezier naar mijn werk. Elke dag dat ik werk. En... Had ik ook mijn vorige baan nog. Anders was ik niet nu doorgegaan met Just. Het is gewoon dat dit op mijn pad is gekomen. Dat dit me nu al tof lijkt. Dus ja. Ook misschien iets om mee te geven. Weet je, wil je ook iets anders doen? Doe het niet alleen als je echt weg moet ergens. En gek wordt. Maar doe het ook gewoon juist als je nog wel naar je zin hebt. Maar gewoon zin hebt in iets nieuws. Kan. Het kan. Het
trouwens ons appgesprek met de 3D-tekenaar. En hij stuurt ons eigenlijk steeds allemaal filmpjes en opzetjes. Dus ik heb toch weer een bank gedaan. Dit keer rond. Met daaromheen ronde tafeltjes. Je zit dus allemaal van elkaar afgedraaid. En dit zijn 17 zitjes in totaal. Dus worden er steeds weer een beetje minder, maar goed. Kan best leuk zijn, toch? Niet? Wel? Niet? Ik wil nog wel eentje proberen met rechte tafeltjes, hoor. Lastig. Nou ja, ze hebben duizenden opties. En ik wil dit. Hallo. Ik filmde niet zoveel, maar dat komt omdat we alleen maar bezig zijn met de vergunningsdocumenten op orde krijgen. We hebben wel geen speciale afspraken gehad ofzo. Gisteravond heb ik gewerkt aan aflevering 2 en aan het fine-tunen van ons concept voor de aanvraag van de vergunningen. Dus het concept is nu echt super strak aan het worden. Wat ik al zei, ik ga dat niet delen, want ik wil dat het uiteindelijk ook voor jullie wel een beetje een verrassing is wat het gaat worden. Dus aan het eind van de serie zal ik het gaan delen. Maar niet nu al, want dan weten jullie al maanden van tevoren wat het precies gaat worden. En dat vind ik niet, dat vind ik zonde. Dus maar super goed bezig. Ik slaap veel te weinig, maar ik vind het zo leuk, jongens. Zo leuk. Ik ben even voor school bij de Hamels. Ik denk, ik ga meteen even spieken, maar ze hebben echt leuke dingen. Maar wat is het duur? Ik denk, ik ga meteen even rondkijken. Ja, voor 35 natuurlijk. Oh, truffel. Pasta. I love it. Ik ben nog nooit bij de Hamels geweest. Zoveel. Welke smaak zouden jullie willen? In je cocktail of in je koffie? Ik ben wel benieuwd. Oh, matcha. Lekker. Ze hebben echt heel veel hier. Roze, hazelnoot. Okay. En hier nog meer. Passionfruit had ik een keer in een cocktail. Die was heel lekker. Zo, ze hebben hier wel meer dan bij de macro, hè? Pink peppercorn, wat is dit? Wow. Oh my god. Oh, ik zie er een die ik ga meenemen. Deze, 100%. Oh my god. Zo leuk. Nee, ze hebben er nog meer. Bizar. Kastanje. Chai tea, rum, karamel. Oh mijn god. Deze moet ik hebben. Oh my god. Oh my god. Ik heb nog nooit zoveel smaken gezien. Ik ben nog niet zo bekend in de hele groothandelwereld volgens mij. Ik vind alles zo duur. Misschien ligt het aan mij, maar... stuks, in ieder geval een pitaya kost 7 euro. En heel veel dingen dat ik echt dacht, dit is in de winkel goedkoper. Misschien omdat ik dan kijk naar geen staffelprijs of grote getallen of zo. Ik weet niet, maar ik heb gewoon een paar grappige dingetjes gekocht om uit te proberen. Ja, volgens mij ben je soms volledig uit als je bij de supermarkt koopt. Maar ik weet niet. Tell me. Leuk, als je hier verstand van hebt, wat is het nou goedkoop in Hanels of niet? Ik vond het een hele leuke winkel hoor, maar ik vond het echt heel duur. En dat vind ik ook met andere winkels zoals de Macro en zo. Nou, 100 euro ligt er aan hele random dingen. Laat trouwens weten of jullie dit leuk vinden om ook in deze serie te zien. Of dat je denkt, dit is een beetje meer voor normale vlogs en hoeft niet per se in de Droomt het Werkelijkheid serie. Ik vind het wel grappig om het te delen, maar laat maar weten. Ik heb gewoon wat het leuk vindt om een beetje te experimenteren. Zo'n chocolademal... En deze voor chocolate spoons die wat geschikter zijn, wat groter en wat dieper. Om toch weer die chocoladespoons eventjes uit te proberen. En daarbij ook lepeltjes die best wel klein zijn. Dus nou, leuk om mee aan de slag te gaan. De avocado show boek, want dit is gewoon heel erg leuk voor recepten met avocado. En ik vind het heel leuk om ook een beetje te laten inspireren wat betreft de kaart in dit soort boeken. Een kaasje waar ik gewoon heel benieuwd naar ben. Wellicht ook leuk voor bij 35, Monte Enebro. Een geitenkaasje met een zwarte korst. En daar ben ik altijd mega fan van. Ik weet niet wat die kost overigens. Best duur volgens mij. Twee Monins waar ik heel benieuwd naar ben. De bubblegum. Want hoe leuk is die? En de watermeloen. Wellicht leuk voor lemonade of cocktails. En op aanraden van een collega. Dat is gewoon heel random. Deze wijn schijnt super lekker te zijn. Dus nou ja, wat ik al zei. Niet heel bijzonder. Maar dat is wel even leuk. Goedemorgen. We filmen zo vanwege de zon. We hebben een afspraak om te gaan kijken naar koffiemachines. Het is donderdag 10 uur. We zijn heel erg fris en fruitig. We zijn bij Sanremo koffiemachines. Dit is niet een reclame. En hier zijn dus allemaal echt prachtige koffiemachines. En we gaan... Wat gaan we eigenlijk dan nu precies doen? Gaan we het nu proeven? Ja, ik ga je wel wat koffies laten proeven. Oh, leuk. Zal ik dan mijn koffie even niet opdrinken die ik mee heb? Oh, je hebt koffie mee? Ja.
Ik zit nog aan mijn koffie namelijk. We hebben nu gewoon eigenlijk een nieuw vet. Ja, we hebben nu wel een nieuw concept. Het is zoeter, er zit een beetje zuur in. En er zit een beetje... Kijk dan. Ik hou niet van zuur. Oh, jij? Maar het is... Ik ben benieuwd. Nee, hè? Nee. Nee. Ik vind het niet lekker. Nee. Maar niet heel vies, maar ik vind het begin heel zuur. Maar ja, dit is de koffie die je erin doet. Dat is niet de machine, toch? Nee, ik vind deze ook niet... nee, het is niet. Fijner of grover te malen bepaal je hoe lang die... doorloop, zeg maar. Dus hoe lang je erover doet voor het water wat je hebt ingesteld erheen gaat. Hou jij van zuur? Maar dit is andere. Nee. Maar hetzelfde. Dus gaat het recept anders. Ik durf niet meer te proeven nu. Nou, heb je nou geproefd? Ja. Beter? Nee. Lekker? Ja, is wel beter dan die, maar ik vind hem niet lekker. Oké. En dan gaan we nog een keertje proberen. Ja, dat mag. Dat is erg. Nee, dan laat je juist expres dingen proeven om een beetje... Oh, nee, ik vind het ook fysiër. Sorry, ik ben heel eerlijk. Ja, maar Mel ook gelukkig. Ja. Echt leuk om ons op bezoek te hebben. Bij het derde kopje, echt van hopen dat het beter is. Maar echt zo zuur. Mm. Ja, dit vind ik letterlijk naar citroensap smaken. Jij ook? Ja. Ja, dan hebben we wel dezelfde smaak. Dat is goed, want soms vinden mensen iets heel anders. Welke was dat? Welke die citroensap. Deze ruikt wel lekker, moet je ruiken. Nee, die ruikt wel lekker. Ja. Voor mij smaakt het echt alsof jij serieus met een citroentje er doorheen bent gaan knijpen. Vind jij dit lekker? Ik vind het lekker. Oh jee. Straks vinden wij koffie lekker die de meeste mensen helemaal niet lekker vinden. Lekker. Okay. Nou, dan hebben we nog een op... Het lijkt ook steeds zuurder te gaan smaken. Ja. Aan het lijkt steeds zuurder. Modern. Maar het smaakt ook best wel waterig. Komt dat door die havermelk? Het is havermelk, wat voornamelijk. Gadver, waarom drinken mensen dit? Sorry hoor. Nee, omdat ze... nee, eerlijk. Maarten, ik vind hem echt heel zuur nog steeds. Je vindt hem nog steeds zuur? Nee joh, hij is echt niet proef zuur. Onderin als je de koffie hebt. Okay, echt zuur. Maar die koffie is helemaal vermengd. Hè? Maar doe ze schuim tegen je lippen aan, dat het schuim niet meekomt. Ik proef een zuur onderlaagje aan de onderkant. Ik proef dat vooral. Nou, dan is die zuur. Dat maak ik net ook. Maar... nee, ik bedoel niet oud zuur. We zijn weer 3 uur er geweest. We zijn echt overal 3 uur. We zijn wel duidelijker geworden. We zijn eigenlijk een beetje 2 machines waar we nu uit zouden kunnen kiezen, toch? Die het best voor ons zijn. Eentje is iets duurder. Hij zei 1000 euro duurder om hoe het eruit ziet. 1000 euro om kwaliteit. Ik vind zelf de simpelere in principe eigenlijk ook heel mooi. En die zouden we ook heel tof kunnen customizen. Met echt ons logo en dat je door het apparaat heen kan kijken. En lampjes erin. Echt, ik zie het helemaal voor me. En ja, zo'n apparaat kost je bijna 6000 euro of 7 of 8. Het is best duur, maar heel leuk en interessant. En hij heeft ook heel goed meegedacht over de plattegrond en zo. Dus hij zei, eigenlijk is het heel duur dat je 650 euro per maand huur betaalt. Waarvan je dus 1/4 voor bergruimte gaat gebruiken. Beter fix je ergens in de buurt die extra koelruimte, zodat je gewoon meer plaatsjes kunt hebben in je zaak. En dat vonden we wel een hele goede opmerking van hem eigenlijk. Want hoe duur dat je dat in je zaak gaat doen, waar je ook geld kunt verdienen aan tafeltjes. Goedemorgen, het is maandag en we gaan weer lekker op stap. We hebben weer een afspraak bij de accountant, notaris. En we gaan eerst voor ons VOF-contract laten opstellen, dat is best wel belangrijk. Zodat we onze vergunning eruit kunnen sturen. Dus we moeten een begroting in 3 delen opsplitsen en daar hebben we echt wel hulp bij nodig. Dus waarschijnlijk wordt het weer een lang dagje. Denk ik. Maar wel interessant. We zijn nu bezig met... hoe heet het? We hebben net de openingsbalans gedaan. Die was eigenlijk best wel makkelijk. Dat is eigenlijk alleen hoeveel geld leg je in en waar gaat het naartoe. En dat moet dan gelijk zijn. Dus de... hoe heet het ook weer? Ik wil nu stoer doen met mijn termen. Activa en de passiva moeten dan gelijk zijn. En nu zijn we bezig met de investeringsbegroting. Dat is... ik zie nu verbouwing, elektra, loodgieter, wanden, toilet. En straks gaan we dan nog de financieringsbegroting doen. En dat is eigenlijk het laatste wat we nu echt nodig hebben voor onze vergunningaanvraag. We hebben dan dus nu openingsbalans, investeringsbegroting, financieringsbehoefte. Financieringsbegroting. En dan gaat hij ook nog een exploitatiebegroting maken. Dat hoeft niet voor de gemeente, maar dat is gewoon handig. En dan hebben wij de openingsbalans, kosten voor verbouwing, inventaris, de borg voor de huur en liquide middelen. En wat ons eigen kapitaal is. En dan bij de investeringsbegroting...
hebben we een lijstje met verbouwingskosten. Dus elektra, loodgieter, wanden, stucadoor, vloer, plafond, onvoorzien. En bij inventaris meubels, keuken, bar, stoombank, kassasysteem, koffiezetapparaat, duur. Verlichting, accessoires, servies en onvoorzien. Dat is best wel specifiek. En weer die borg en dan wat het totaal is. En dan bij de financieringsbehoeften benodigd volgens investeringsbegroting. Aanloopverlies / kosten. Totaal benodigd en weer ons kapitaal. Dus voor de mensen die dat interessant vinden om te weten. Ik ga even zeggen wat er nou allemaal voor de mensen. Mensen vinden het leuk om te horen. Ja. Ik kreeg als comment, kan je ook wat op het moment zelf filmen in plaats van alleen achteraf vertellen. Maar dat is best wel lastig. Ik ga het, ja, niet alles natuurlijk continu vloggen. Maar ik heb net wat gevlogd, dus vonden jullie dat leuk? Jij zit er ook in. Nou ja, ik zit meer, daar gaat vallen. Maar... Oh. Ik zal je even vertellen wat we dus... het is natuurlijk een beetje omgedraaide wereld, want we gaan nu pas onze vergunning versturen deze week. Als we alles hebben. We hebben bijna alle documenten compleet. Gaat die vallen? Ik denk het niet. Hij gaat denk ik... Oh, dat is ook prima. Kijk, ik denk dat de meeste mensen eerst hun vergunning aanvraag doen voordat ze op pand gaan huren. Weet ik niet. Want... Nee, want het is... Okay. Ja. Want ik dacht zelf, toen ik nog alleen deed, dacht ik, ja, ik kan heel leuk vergunningen aanvragen en concepten gaan maken. Maar als ik geen pand krijg, dan heb ik er al geen zin meer in, weet je. Ik wil wel weten dat ik kan beginnen. Dus daarom hebben we wel onder voorwaarde van vergunningen in ons contract gezet. Dus deze week moet echt de vergunning eruit, want het kan zeker 2 maanden duren. En wat heb je dan nodig? Je hebt een exploitatievergunning en daarvoor heb je nodig je huurovereenkomst, je paspoort van beide, een ondernemingsplan, een plattegrond van je pand, een plattegrond van de indeling, een plattegrond van het terras en je VOF-akte. Dus dat is niet eens zo heel erg veel. Maar in je ondernemingsplan staan natuurlijk ook weer allerlei punten. En voor de Bibel moet je aan kunnen tonen dat je geld hebt voor je investering en hoe je aan het geld komt. En ook weer je huurovereenkomst, je financieringsbegroting, investeringsbegroting, openingsbalans, jaaropgave van de afgelopen 3 jaar en weer je VOF-akte. Het klinkt niet als veel, maar het is echt, echt heel veel. Ja. Daar zijn we dus de hele tijd mee bezig. Dus IB-opgave en inderdaad ook nog salaris. Nou ja, heel veel. En we willen het echt goed doen, want dan loop je minder risico dat ze het afkeuren of dat ze zeggen we hebben nog iets nodig en het gaat weer een maand duren. Want we willen natuurlijk, ja, we gaan waarschijnlijk straks al meubels kopen terwijl we nog niet eens een goedkeuring hebben. Maar ja, we kunnen ook niet gaan beginnen. We krijgen over 3 weken de sleutel. Minder zelfs. Ja. En het liefst ga je dan meteen een stukje door aan de slag laten gaan, weet je wel. Dus, nou ja. Terwijl, als we geen vergunningen krijgen, kunnen we ook nog onder het huurcontract uit, in feite. En dan is het zonde als je al gestuukt hebt, maar we willen niet onder het huurcontract uit. Nee. Dus ja, dat. En nu dachten we gaan even wat leuks doen. We gaan even naar de macro. Ik was natuurlijk laatst voor school, was ik bij de Hanels. En dan doen we ook even iets gezelligs, wat niet moet. Want dat is ook wel leuk. Dus we gaan naar Hanels Delft. En minder serieuze dingen. Ja. Maar die gaan straks ook komen, hè. Straks komen echt letterlijk alleen maar leuke dingen. Ja. Het is eigenlijk zo bizar dat alles wat we gaan doen, wordt eigenlijk leuk. Ook de stressmomenten zijn leuk, want dat is waar je voor kiest, tenminste, toch? Ja. Alles wordt leuk. Alleen dit was een beetje stom, maar zelfs dit vond ik niet echt stom. Dus. Ja. En nu? So far. Nou, we waren niet echt onder de indruk. We hebben niks gekocht. En we dachten eigenlijk alleen maar ja. Niet echt interessant. Ik denk dat we niet per se zo'n zaak worden die alles alleen maar bij de groothandel gaan kopen, hoor. We hadden dus als tip gekregen van ja, het is best wel zonde om opslagruimte in je pand te doen. 3 meter lang. Nou, dit is de makelaar, jongens. Net hier rondgelopen, echt geweldig. Hoe gaan we het indelen qua bar en qua leuke hoekjes? Onze deur en onze schuifpui.